dynamiek. Jullie hebben Joko natuurlijk al vaak genoeg voorbij zien komen in mijn filmpjes. En jullie weten natuurlijk ook wel dat het mijn geleidehond is. Maar ik heb eigenlijk nooit een filmpje gemaakt over wat doet een geleidehond precies. En ja, wanneer krijg je zo'n hond en hoe gaat het nou in zijn werk? Nou, ik vond het wel leuk om daar een filmpje over te maken. Dus ik neem jullie even mee in de wereld van de geleidehond. Wel heel erg slecht zien of helemaal blind zijn wil je een geleidehond kunnen krijgen. En ja, het gekke is dat het gewoon een hulpmiddel is vanuit de basisverzekering. Ja, het is geen hulpmiddel als een rollator die je gewoon eventjes in het hoekje van de kamer zet of zo. Het is een levend hulpmiddel en het is ook, ja, je moet er natuurlijk gewoon mee op straat. Je moet het uitlaten. Het heeft liefde nodig, aandacht. Je moet het borstelen, eten geven. Je moet er bij naar buiten als het regent. Dus bedenk wel goed als je een geleidehond neemt dat er ook echt bij hoort. Maar verder, ja, is het wel het, ja, eerlijk gezegd wel het ultieme hulpmiddel voor mij als slechtziende. Het klinkt heel gek, maar een geleidehond kun je als het ware besturen. En als je zegt vooraan Joko, dan gaat ze lopen. En dan zeg ik rechts. En dan gaat ze netjes rechtsaf. En verder kunnen geleidehonden heel veel andere commando's opvolgen. En dat is onder andere, zoek de deur, zoek de ingang, zoek de trein, zoek de bus, zoek de zebra om een oversteekpad te vinden. En om je daar neer te zetten zodat jij veilig kan oversteken. Let op, zoek de zebra. Over. Een hond volgt jouw commando's, maar in eerste instantie zorgt die hond voor jouw veiligheid. Dus als er iets op de stoep ligt, dan leidt hij je eromheen. Of als er een paaltje is, dan leidt hij je om dat paaltje heen. En zoals je hoort, heeft een geleidehond geleerd om door te gaan, door te werken als er afleiding is. Ik krijg helemaal een beetje hotel de botel, er blaffen allerlei hondjes naar ons. Maar zo te zien, het interesseert je ook al geen drol en loopt gewoon door. Nou, dat is superkeurig hoor. Als geleidehondengebruiker krijg je de hond als ze ongeveer bijna 2 jaar zijn. Dat betekent dat ze de eerste 2 jaar eigenlijk opgeleid zijn. En het eerste jaar zitten ze in een puppy gastgezin en die verzorgen de puppies. Maar die doen ook de basis socialisatie. Ze nemen ze overal mee naartoe. En ze leren de basiscommando's zit en blijf. En eigenlijk leren ze de hond om een hele nette hond te zijn. En na een jaar gaan de honden naar de grote school, zoals ik dat maar zeg. Naar de geleidehondenschool. En daar leren ze het geleidewerk. En afhankelijk van of het een snelle leerling is of iets langzamer, krijg je ze na gemiddeld 3/4 jaar, een jaar, zijn ze klaar om naar de baas te gaan. Geleidehonden zijn vaak grote honden en er worden verschillende rassen voor gebruikt. Ja, ik heb een Duitse herder, omdat ik dat heel erg graag wilde. Dus daar ben ik naar op zoek gegaan. Maar je kunt ook een golden retriever of een labrador of een golden doodle met die krulletjes. Die zijn wel handig voor mensen die allergisch zijn. Die kun je ook aanvragen. Dus je kunt een keuze maken in het type hond wat je graag wil hebben. Wat heel handig is om te vertellen is dat je een geleidehond niet mag aaien. Je mag het niet aaien, maar je mag het ook niet roepen, niet voeren, niet lokken. Een geleidehond moet gewoon geconcentreerd zijn op degene met wie die is. Want ja, die vindt het ook leuk, aandacht. En als een hond afgeleid is, dan kan ze gewoon fouten maken. En in het geval van mij bijvoorbeeld, als je roept, hey Joko. Joko kijkt dan om en als zij een fout maakt, kan ik vallen. Dus alsjeblieft, als je een geleidehond ziet, niet aaien, niet... Gewoon eigenlijk negeren maar. Het is misschien heel vervelend als je hondenliefhebber bent. Als je het echt heel graag wil aaien, vraag het dan eventjes aan degene met wie de hond is. Ja, ik vind het geen probleem en dan doe ik het tuig af en dan kan ze geaaid worden. Dat weet de hond zelf ook. Tuig af is gewoon, ik ben een vrije hond. En tuig om is, ik ben aan het werk. Ik heb verantwoordelijkheid. Dus vraag het eventjes en dan kun je alsnog met ons spelen. Wat misschien ook een misverstand is, wat ik wel heel graag eventjes wil uitleggen, is dat mensen denken dat de hond zelf kan inschatten of er een auto aankomt of niet. Nou, dat is pertinent niet waar. Als slechtziende of blinde met een geleidehond ben jij degene die bepaalt of je over kan steken of niet. De hond kan de snelheid niet inschatten en daar moet je ook niet op vertrouwen. Daar is hij ook echt niet op getraind. Hij zal natuurlijk, als er een auto dichtbij is, zal hij er omheen gaan en zal hij er omheen leiden. Maar als je oversteekt, dan moet je echt zelf goed luisteren of zelf toch enigszins nog kijken als je dat kan.
Maar in ieder geval, de verantwoordelijkheid ligt dan bij jou. En ja, neem je stok mee, zou ik zeggen. Je herkenningsstok, die heb ik nu niet mee, omdat ik maar twee handen heb en een camera in de ene hand. Maar herkenningsstok is voor het teken, is het teken in het verkeer dat jij het niet goed ziet en dat je eigenlijk overal voorrang hebt. Dus ja, dat geeft je een bepaalde veiligheid. Zie je ook al? In open. Goed zo, we gaan rechts. Keurig, heel goed. Wat heel goed om te weten is, is dat een geleidehond overal mee naartoe mag. Dus je mag de hond meenemen in de supermarkt, in andere winkels. Je mag zelfs een hond meenemen in restaurants waar je gaat eten. Maar ook bijvoorbeeld in een vliegtuig. Nou ja, nu is het een beetje lastig met die coronatijd. Dus nu gaan we eigenlijk nergens heen, behalve naar de supermarkt. En naar het delicatessenwinkeltje, wat heel leuk is hier gewoon op het dorp. Daar mag het ook allemaal en zijn we van harte welkom. Hartstikke lief, maar het is ook eigenlijk gewoon bij wet geregeld dat wij nergens geweigerd mogen worden. Heel af en toe gebeurt het nog wel, maar ja, volgens de regels is het gewoon een hulpmiddel en moeten wij gewoon toegelaten worden. Oh ja, en nog een dingetje. Een hond is geen robot. Geleidehonden maken gewoon fouten. Niet veel, maar en af en toe vergeten ze ook iets of dan zijn ze toch afgeleid. Of ja, het is geen ding. Het is geen voorgeprogrammeerd ding. Het is een hond en die maakt ook fouten en dat is ook helemaal niet erg. Maar dan weten jullie dat. Hoef je nooit meer te zeggen, dat mag een geleidehond toch niet. Dit was een beetje de geleidehond in vogelvlucht. Echt heel kort even uitgelegd. Als je nou meer wil weten over geleidehonden en over Yoko in het bijzonder, kijk dan even op haar Facebookpagina Geleidehond Yoko. Volgens mij is het www.facebook.com/geleidehondyoko, zoiets. Nou, als je het invult in het zoekveld, kom je er vast wel terecht. Nou, het zou leuk zijn als jullie ons volgen. Tot de volgende keer!